En welkom bij weer een hele nieuwe video. Vandaag ga ik reageren op vooroordelen over mij. En dat is al heel erg spannend. Maar om het nog spannender te maken, doe ik een challenge. Namelijk de niet knippen challenge. Dus dat betekent dat ik in deze hele video niet mag knippen. Ik mag ook helemaal niks bewerken. Dus jullie gaan er zo meteen achter komen hoe ontzettend slecht ik ben en hoeveel fouten ik maak. Maar goed, ik ga natuurlijk wel eventjes heel erg goed mijn best doen. Voordat we gaan beginnen, wil ik nog wel eventjes heel lief van jullie vragen of je deze video een duimpje omhoog gaat geven. En, oh nee, het gaat nu al de fout in. Oh hel jongens, wat wilde ik zeggen? Oh ja, maak het duimpje blauw. Dat was eigenlijk het enige, maar ik kreeg een beetje een disconnect hier zo in mijn brein. Maar goed, of je alsjeblieft eventjes op het duimpje omhoog wil klikken. En dan ga ik nu reageren op de vooroordelen over mij. Voor degenen die misschien nog niet weten wat vooroordelen zijn. Nou, dat zijn eigenlijk een soort van meningen gebaseerd. Nou, dat zijn eigenlijk meningen gebaseerd op niets. Ja, dat was het. Oh my god, dat gaat echt zo ontzettend slecht. Wow, help jongens. Oké, vooroordelen zijn meningen gebaseerd op niks. Dus eigenlijk gewoon helemaal niet op feiten gebaseerd. Dus iets waarvan je denkt dat die persoon is of doet. Dus, ik heb op Instagram aan jullie gevraagd wat jullie vooroordelen over mij zijn. En die ga ik nu beantwoorden. En de allereerste is dat ik heel veel kleding heb die ik niet draag. Dat is eigenlijk best wel een goeie. Want ik draag natuurlijk wel heel erg veel verschillende soorten shirtjes en kleding in mijn video's. Maar, verrassend genoeg, heb ik eigenlijk daar niet zo heel erg veel moeite mee. Ik draag bijna al mijn kleding wel dat in mijn kast hangt. Alleen het ding is ik doneer ook heel erg veel. Dus ik vind het heel fijn om alles gewoon een beetje overzichtelijk te houden. Dus ja, soms liggen er wel dingen in mijn kast waarvan ik zoiets heb van oké, dat zou ik nu niet meer dragen. Maar dan stop ik het al heel erg snel in een zak en dan doneer ik het aan het goede doel. Dus nee, ik heb wel veel kleding, maar ik draag het bijna allemaal. Want ik moet voor iedere video eigenlijk een ander shirtje dragen. En heel vaak wil ik niet dat dingen, zeg maar, herhaald worden en zo. Dat is gewoon een beetje mijn eigen ding. En iedere dag heb ik ook een ander kledingstuk aan. Dus nee, alles wat ik in mijn kast heb, draag ik gewoon. Oké, dan ga ik door. Wow, dit is misschien meteen al een hele heftige. Het vooroordeel is dat ik heel rijk ben. En ik denk dat de meeste mensen dit wel hebben over YouTubers. Want heel veel YouTubers die vinden het leuk om, zeg maar, met hun geld te strooien. Maar ik ben zelf totaal niet zo. Ik hou namelijk niet zo heel erg veel van dure merkkleding en dure auto's en dat soort dingen. Ik ben wat dat betreft financieel gezien eigenlijk best wel saai. Want al het geld dat ik heb wil ik altijd investeren. Want ik wil er eigenlijk wel voor zorgen dat later, als ik ouder ben en met pensioen ga, dat ik dan niet zo heel erg hard meer hoef te werken. En dat ik een beetje kan leven op wat ik in mijn eerdere leven heb opgebouwd. En dan kan ik gewoon lekker relaxen. Dus om nou te zeggen dat ik heel erg rijk ben, nee, absoluut niet. Ik kan zeker bijvoorbeeld geen dure auto of een jacht betalen en dan nog heel comfortabel leven. En ik denk dat heel veel mensen ook vergeten dat het doen van alle projecten die ik doe kost ook heel erg veel geld. Bijvoorbeeld de eerste tour die ik had. Nou, daar heb ik eigenlijk niks op verdiend. Maar het was wel echt heel erg leuk om te doen. Maar er moeten zo ontzettend veel dingen betaald worden. Dus ik gebruik mijn geld ook heel veel om te investeren. En gewoon dingen te doen die ik super, super leuk vind. Dus ja, nou, dat was eigenlijk wel een beetje. Dan ga ik door naar de volgende. En dat is, even kijken, deze is wel leuk. Je bent kinderachtig voor je leeftijd. Oh, nou, ja. Wat moet ik daarop zeggen? Ik zou eigenlijk zeggen, ja, dat is wel waar. Ik weet niet of dat nou echt een vooroordeel is. Want het is wel iets wat heel erg veel mensen zeggen. Alsof het een feit is. Wat is kinderachtig zijn eigenlijk nou precies? Dat weet ik ook niet helemaal. Ja, de meeste mensen van mijn leeftijd spelen niet met slijm of spelen niet met speeltjes in een YouTube-video. Dus ik zou zeggen wat dat betreft, ja, dat is eigenlijk best wel waar. Maar ik vind zelf niet dat het negatief is. Want ik heb best wel, mijn innerlijke kind zit best wel hoog, zeg maar. Er zijn heel veel dingen die ik gewoon heel erg leuk vind om te doen. En daar word ik blij van. En waaronder bijvoorbeeld als ik een speeltuin tegenkom, dan moet ik gewoon even schommelen. En ik denk dat heel veel mensen van mijn leeftijd dat stiekem heel graag willen doen, maar niet durven. Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat ik gewoon een beetje poep heb aan andermans mening op dat vlak. Dus ja, ik ben het er op zich wel mee eens. Maar ik vind het niet negatief. Wat vaak wel gezegd wordt in een negatieve zin. Maar ja, ik vind het niet erg. Oké,
Een vooroordeel is dat je altijd te laat komt. Oh jeetje. Ja, ja. Zo ben ik wel een beetje. Ik vind het niet leuk om te laten komen, want ik krijg heel erg veel stress van. En ik stress ook eigenlijk best wel heel erg snel. Maar op de een of andere manier, lukt het me altijd om te laten komen. Want het duurt altijd een beetje voordat ik op gang kom. Maar nu dat ik ouder ben, ben ik er wel beter in. En ik kom niet zo heel erg vaak meer te laat. En als ik te laat kom, ben ik niet heel erg laat. En bijvoorbeeld als ik ergens naartoe moet rijden, dan wil ik op tijd vertrekken voor het geval dat ik in de file kom staan. Dus ja, vroeger zeker, nu niet zoveel meer, maar ik kom alsnog wel te laat en ik vind het geen leuke eigenschap van mezelf. Oké, dan hebben we hier eentje die zegt, mijn vooroordeel is dat je niet kan dansen. Ja, dat klopt wel. Dat is eigenlijk niet zo heel erg veel over te zeggen. Ik vind mezelf best wel stijfjes bewegen en zo. Ik vind wel dat ik over de jaren heen er beter in ben geworden. Voornamelijk ook omdat ik het durf te doen en gewoon een beetje los ga. Ik denk dat dat ook wel een heel groot gedeelte is van dansen. Dat je het gewoon doet en een beetje beweegt. Want als je niet helemaal durft en verlegen bent, dan ziet het er natuurlijk niet uit. Dus wat dat betreft, ja, maar nee. Ik ben niet zo heel erg goed in dansen, absoluut niet. Oké. Dan hebben we hier eentje. Dit is echt heel erg leuk om te doen trouwens. Oké, ik zeg ook het woord oké echt heel erg veel. Normaal gesproken zou ik dat er dus uitknippen, maar dat kan niet. Oké, dit is een vooroordeel. Dat je gewoon in Texas was geboren, maar Nederlands hebt geleerd. Wow, waar komt dat vandaan? Ik ben altijd best wel eerlijk daarover geweest. Gewoon, nee, ik ben in Nederland geboren. Waarom zou je dat denken? Ik weet het niet eigenlijk. Maar nee, ik ben in Nederland geboren. Ik ben in Nederland opgegroeid. Ik ben in Nederland naar de basisschool geweest, naar de middelbare school. En om mijn 18e ben ik naar Texas, naar Amerika verhuisd eigenlijk. Dus eigenlijk is het andersom. Ik ben dus in Nederland geboren en opgegroeid. En toen heb ik Engels geleerd om mezelf verstaanbaar te maken in Amerika natuurlijk. Maar ik was er eigenlijk nooit echt heel erg goed in. Want ik heb nooit Engelse les gehad op de basisschool. Of niet veel in ieder geval. Dus ik had er heel veel moeite mee op de middelbare school. Want dan heb je een soort van basiskennis nodig, maar die had ik niet. Dus we moesten dan een spreekbeurt houden in het Engels over ons huisdier. Dat weet ik nog heel erg goed. En dat ging over mijn kat. En het was zo traumatisch eigenlijk, want ik kreeg er een onvoldoende voor. Het was een 5 en dat deed heel erg veel pijn, want ik had wel echt heel erg mijn best gedaan op die spreekbeurt. Ik vond het super, super spannend, was heel verlegen. En ik kreeg dus gewoon een 5. En ik was heel erg van het hoge cijfers behalen en zo. Maar goed nieuws, want dat heeft me wel gemotiveerd om beter te worden. Ik heb heel veel Engelse YouTube-video's bekeken en zo. En over de jaren heen veel beter geworden, veel in het Engels gepraat met Engelse vrienden van YouTube in Amerika en dat soort dingen. En ik heb mijn Engels mondeling afgesloten aan het eindexamen met een 9,5. Dus ik vind dat het eigenlijk wel een beetje een succesverhaal. Dan hebben we hier een vooroordeel. En deze, die doet wel een beetje pijn. Dus ze zegt, of hij, ik weet het niet. Je doet altijd je best om mensen tevreden te stellen. Ik zou zeggen ja. Absoluut. Ik vind het heel erg belangrijk dat de mensen om me heen tevreden zijn en dat ze een goede mening over mij hebben. Wat betreft YouTube en haters, dat is weer iets heel anders. Dat vind ik, ik weet niet, ik heb daar gewoon geen moeite mee. Er zijn mensen die dat echt heel erg persoonlijk nemen, maar ik neem het totaal niet persoonlijk. Maar als het zeg maar gaat om de mensen met wie ik in het dagelijks leven omga, wil ik altijd wel zorgen dat ze heel tevreden zijn. En dat ze gewoon op hun gemak zijn. Maar dat is lastig, want niet iedereen vind je leuk. Dat is gewoon een feit. Ik vind ook niet iedereen leuk. En dat betekent niet dat mensen gemeen of stom zijn. Of dat ik gemeen of stom ben. Maar gewoon dat het niet helemaal klikt. En ja, dat is op zich ook wel gewoon goed. Dat mag gewoon. Maar ik vind het moeilijk om los te laten af en toe. Dus ik ben wel echt iemand die daar moeite mee heeft. En dat ik altijd wil dat mensen tevreden zijn. Maar ik ben er ook wel van bewust. En ik weet dat ik dat los moet laten. Een vooroordeel hier is, dat je een rommelkamer hebt met al de dingen die je hebt getest. Jullie kennen me te goed. Hoe weet je dat? Dat hebben we nog nooit eerder laten zien. Maar ja, dat klopt. Niet in Nederland natuurlijk, want hier ben ik in het huis van mijn moeder. Dus ik kan niet zo heel erg veel dingen bewaren. Maar in Texas heb ik absoluut een kamer, een kast en een garage vol met
YouTube-dingen eigenlijk. Dat is heel erg. Ik raak er altijd wel een beetje van in de stress. Want ik hou niet zo heel erg veel van spullen en te veel, zeg maar. Maar het is ook wel nodig, want het is gewoon deel van mijn werk. YouTube is natuurlijk mijn werk en het moet gewoon gedaan worden. Dus ja, dat is waar. Wel heel veel spullen die ik zeg maar heb getest in mijn video's. Nou, die ruim ik op. Dus die gooi ik op weg als ze echt gewoon heel slecht zijn. Of als ik het kapot heb gemaakt, wat ook wel eens wil gebeuren. Maar de meeste dingen doneer ik, want die zijn gewoon leuk en goed. Of ik heb ze misschien niet gebruikt en ik weet dat ik er never nooit een video over zou maken. Dan doneer ik het, geef ik het weg aan mensen die ik ken of aan het goede doel. En daarbij heb ik ook nog een heleboel nieuwe spulletjes in mijn huis staan, in de kamer. En dat is omdat ik vaak ga shoppen en dan koop ik dingen waarvan ik denk van, oh, dat is wel leuk voor een video, maar heb ik nog niet specifiek in gedachten van wanneer dat gaat gebeuren. Dus dan staat het in de kamer. Wat heel erg handig is als ik zeg maar geen ideeën heb, want dan kan ik gewoon winkelen in mijn eigen huis. En ik heb altijd wel iets voor een video. Dus dat is fijn. Dan gaan we door naar... Oh jeetje, oh, deze slaat wel een beetje op een eerdere die ik heb gehoord, namelijk je bent kinderachtig, maar deze is je bent altijd hyperactief. Dus die hoor ik ook ongelooflijk vaak van mensen. En dat is niet waar. Hoewel je dat misschien wel zou denken, want ik ben altijd wel heel erg hoge energie in mijn video's en zo. En ik maak allemaal woe, geluidjes. Maar in het dagelijks leven ben ik niet echt zo. Het hangt er een beetje van af als ik me heel erg op mijn gemak voel bij mensen. En de andere persoon gaat ook een beetje mee. Er zijn er een paar die dat doen. En ook een paar die gewoon wel in de lagere energie zitten. En dat is prima, dan ga ik ook gewoon op mee. Dus ik pas me... Dat is misschien ook niet altijd goed, maar ik pas me best wel aan de energie van andere mensen. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat er mensen zeg maar mij gaan ontmoeten. En dan zijn ze heel erg bang dat ik zeg maar super, super druk ben. Maar dat valt heel erg mee. Ik ben eigenlijk heel erg rustig. Ik kan goede gesprekken hebben, goed luisteren. En ik ben niet zo hyperactief als in mijn video's. Maar ja, af en toe dus wel. En dat is dus eigenlijk een beetje wat Meisje Jamila is. Het is een uitvergrote versie van een versie van mezelf. Klopt die zin? Weet ik niet helemaal. Maar ik denk dat je hem wel snapt. Dus ja, nee, ik ben niet altijd hyperactief. Maar ik snap waar die vandaan komt. Ik begrijp wel waarom mensen dat denken. Oké, deze is van een fan en die zegt... Mijn ouders hebben een vooroordeel over je. Ze zeggen dat je niet zelf je stories doet en je DM's. Nou, voor de fans die mij heel actief op Instagram volgen en een actief fanaccount hebben, die hebben misschien wel eens een keertje een DM van mij gehad. Want ik vind het heel erg leuk om met mijn fans te praten. En dat ben ik absoluut zelf. Niemand anders heeft toegang tot mijn account. Want ja, ik vind dat eigenlijk gewoon helemaal niet fijn. Ik wil alles wat ik zeg, dat het gewoon vanuit mijn mond komt. Wow, ik wilde bijna iets anders zeggen. Oké, ik ben blij dat dat niet gezegd is. Oké, mond komt, ja. Dus nee, dat is niet waar. Ik doe alles gewoon helemaal zelf op Instagram. Wat wel waar is, is dat ik niet alles rondom YouTube helemaal zelf doe. Dat was tot aan 2 jaar geleden absoluut wel zo. Want YouTube is natuurlijk een fulltime baan. Dus ik ben altijd bezig met het brainstormen van video's. Het kopen van de spulletjes, het verzamelen van alles. Dat kost ongelooflijk veel tijd, je wil niet weten. En daarbij natuurlijk het maken, het filmen van de video's, het editen, het uploaden. Zorgen dat de video online staat en er geen dikke fouten in zitten, wat soms nog wel eens gebeurt. Maar los daarvan zijn er ook nog een heleboel dingen die op de achtergrond gebeuren. Zoals eigenlijk voornamelijk gewoon e-mails. Er zijn altijd mensen die van alles willen, die hebben vragen, die willen samenwerking. Super, super leuk. Maar het wordt op een gegeven moment een fulltime kantoorbaan. Dus ik heb tot aan 2 jaar geleden heb ik eigenlijk 2 fulltime banen gehad. En toen maakte ik ook 4 video's per week. Dus het was zo ongelooflijk heftig en zoveel. Ik had geen tijd meer voor mezelf. En het werd echt overweldigend. Dus ik heb wel hulp ingeschakeld qua e-mails. Dat vind ik echt heel fijn. Ze is ongelooflijk goed. Dus ik heb iemand die me daarmee helpt. En zij helpt dan ja, met alle e-mail achter de schermen. Onderhandelingen, samenwerking, dat soort dingen. Dus ik ben heel erg blij dat ik daar hulp mee heb. Maar alle content, YouTube, dat is allemaal, komt vanuit mij. Deze is een vooroordeel. En ze zegt, ik denk dat je toen je 13 jaar was, je make-up al deed. Dat is niet waar. Ik ben pas begonnen met make-up toen ik 18 was.
Ik was nooit van de make-up. Ik vond het ook helemaal niet leuk, niet interessant. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik snapte er ook helemaal niks van. Ik wist niet, mascara, wat doe je daarmee? Doe je dat op je lippen of zo, weet je wel? Dus nee. De enige reden waarom ik ben begonnen is omdat ik, zeg maar, de YouTube-filmpjes maakte. En ik dacht, het is wel leuk als ik dan een beetje make-up op heb. En dan zie ik er wat leuker uit. Maar het probleem is dat als je nu naar mijn oude video's gaat, dat het er echt gewoon totaal niet uitzag. Want ik deed dus eyeliner onder mijn ogen en niet erboven. En nou ja, ik cringe een beetje als ik er naar terugkijk. Maar dat is altijd een goed teken. Als je terugkijkt op iets en het is slecht, dan betekent het dat je verbetering hebt gemaakt. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop dat dit er een beetje oké uitziet. Oké, we gaan door. Dit voordeel. Dat je me heel erg aardig lijkt, maar dat je ook best wel arrogant kan zijn. Oeh, dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden, want ik moet mezelf dan wel echt heel erg goed kennen. Over het algemeen wil ik wel zeggen van mezelf dat ik aardig ben. Ik vind het heel lastig om gemeen of chagrijnig te doen als er een ander persoon bij is. Niet dat ik zonder andere personen gemeen ben, maar het is zo, zeg maar, als ik misschien in een beetje in een down humeur zit en er komt iemand bij, dan kan ik daar niet in blijven. Dan moet ik van mezelf al een beetje, oh, hi, weet je wel, aardig en leuk doen. Ik vind dat wel gewoon zo beleefd en zo respectvol tegenover andere mensen, want niet iedereen zit op jouw humeur te wachten. Dus wat dat betreft, ja, vind ik dat best wel aardig ben. Dus ik vind het tegelijkertijd ook wel lastig om dan gemeen en arrogant te doen. Ik denk van mezelf niet dat ik heel arrogant ben. Ik heb wel dingen waarvan ik weet dat ik er goed in ben. En ik vind het ook niet moeilijk om dat toe te geven. En ik denk dat heel veel mensen dat associëren met arrogant zijn. Maar nee, ik vind dat niet arrogant. Ik vind dat je best wel van jezelf mag weten waar je goed in bent. Als jij goed te tekenen bent op de basisschool, dan wordt dat meestal als je dat dan zegt, weet je wel, dan wordt dat meestal gezien van, ah, je bent zo arrogant. Maar als je er echt goed in bent, wat is er arrogant aan? Dat is gewoon de waarheid, toch? Zou ik zeggen. Maar ja, misschien vinden jullie me allemaal wel echt heel arrogant nu dat ik dat zeg. Maar oké. De volgende. Deze vind ik... Oh, ik heb een sms'je. Oké. Deze vind ik wel heel erg apart. Dit is namelijk dat Jamila niet je echte naam is. Dus het rare daaraan is dat ik dat wel vaker heb gehoord. Mensen die hebben dat idee op de een of andere manier. Ik weet niet waar het vandaan komt. Misschien omdat mijn naam op YouTube Meisje Jamila is. Maar nee, Jamila is absoluut mijn echte naam. Mijn moeder, mijn ouders hebben dat gegeven. Mijn moeder zag het in een boek. Ze vond het een mooie naam. En dat hebben ze aan mij gegeven. En mijn hele leven heb ik al Jamila, de naam Jamila gehad. Nee, ik zou ook niet weten hoe ik anders zou moeten heten. Oké, hier hebben we... Je doet je voor als een meisje. Maar volgens mij ben je een jongen. Wow. Waar komt dat vandaan? Dat heb ik echt nog nooit eerder gehoord. Ik vind het wel apart. Nee, ik ben gewoon een meisje. Ik ben altijd een meisje geweest. Ik ben als een meisje geboren, voor zover ik weet. En ook als je mijn kinderfoto's ziet en zo, was ik altijd een meisje. Maar een ding is wel dat ik vooral als tiener best wel jongensachtig was. Nee, ook als kind. Ik vond heel veel... Ja, Ik vind het ook niet leuk om te zeggen jongensdingen. Want Lego en blokjes bouwen, dat is natuurlijk voor allebei. Maar ik neigde meer naar blokken bouwen en skateboarden buiten dan met Barbie spelen en poppen en verkleden en zo. Dus ik kocht ook heel vaak kleding van de jongensafdeling. Want vaak omdat ik het leuker vond. Dus vond stoere broeken en dat soort dingen. Ik ben altijd een meisje geweest, maar wel een beetje met een jongensachtige kant. Oké, en dan laten we doorgaan naar de allerlaatste. En dit is... Oh, spannend. Dit is dat je met YouTube gaat stoppen. Dat is een hele interessante. Maar, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Tenminste, tenzij je een Jamila-hater bent, dat is niet goed nieuws. Maar nee, ik ben absoluut niet van plan om te gaan stoppen met YouTube. Ik vind het zo ongelooflijk leuk. En ik voel me echt heel erg vereerd dat ik dit mag en kan doen. En dat zoveel van jullie mijn filmpjes bekijken. En daarom kan ik natuurlijk door blijven gaan. En blijft dit leuk. Dus nee, ik heb totaal niet een plan om te gaan stoppen met YouTube. Ik weet ook niet zo goed waar dat vandaan komt. Misschien is het omdat mensen mij in andere projecten zien. Dus ik doe natuurlijk ook wel heel erg veel muziek en acteren hiernaast. Super leuk om te doen, maar ik zie dat zelf voor mezelf altijd een beetje als een zijproject. Dus zeg maar, YouTube is de grote rode draad. En dan af en toe een beetje muziek, af en toe een beetje acteren. En ik vind het leuk om dan daar heel serieus mee om te gaan. Maar ik ben niet van plan om te stoppen met YouTube. Tenminste, voorlopig niet. Je weet nog nooit in de toekomst natuurlijk.
Maar dat was het dan eigenlijk wel een beetje. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Super spannend. Wow, ik kan gewoon totaal niet knippen in deze video. En ik ben zo gewend om dan zeg maar te editen. En ik denk al aan de edit terwijl ik de video film. Maar ik vond het wel echt een hele leuke ervaring. Dus een beetje als een live video. Ik hoop dat jij deze video net zo leuk vond als dat ik het vond om het te maken. En beantwoord ook nog meteen eventjes de vraag van vandaag. En die is, waar ben jij op dit moment nu dat je deze video kijkt? Vraag ik het goed? Dat weet ik niet. Ik kan het in ieder geval niet overnieuw doen. Maar ik denk dat je het wel begrijpt. Nou ja, ik zit nu natuurlijk op de bank. Hier zo in de huiskamer. Laat me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!